allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Jawel, ik moet nog één taakje doen vooraleer dat ik kan vertrekken naar mijn werk toe. Eigenlijk twee. Mijn schoenen moet ik ook nog gaan doen. Ik heb nu nog mijn tanden poetsen. Ik heb mijn vlog geüpload. Dus we gaan hier nog een kleine timeslipje maken. Goedemorgen allemaal. Dus tandjes poetsen is belangrijk, hè mensen. En ik heb gisteren met mijn kop gestoten tegen een kast. En nu begin een bulte op mijn voorhoofd. Oh my god. En dat doet niet goed. Ik zeg het, dat doet echt niet goed. En het is hier zo. Auw. Jawel, ik ben goed gezind. Waarom? Omdat alles goed gaat met mij. Alles gaat prima. YouTube gaat goed. Allee, redelijk goed. Het werk gaat uitstekend. En deze weekend weer al een gaming evenement. Ho je je je, ho je je je, ho je je je, ho je 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 je. Mag toch ook eens zot doen, hè? Ze blij dat zot doen geen zeer doet. Voilà, van oom Dimmy. Voilà. Ik ga even dit aan de kant gooien. Want dan kan ik mijn eten. Eten. Dan moet ik nog mijn eten even insteken in de microgolfoven. Een minuutje. Want het is vandaag een lekkere, ik heb het u laten zien, ziet je? Spinazie, appelmoes, aardappelpuree en chipilata. Bon appetit! En daar steek ik nu dan een minuutje in de microgolfoven. Dat het terug wat warm kan worden. Dankjewel, ouders, om dat dagje te doen. Elke week opnieuw en opnieuw en opnieuw. En nu ga ik de volgende stap doen. Deze ga ik even hup, daar gooien. Ja, maar. Die heeft gegeten. Ja, ze mocht. Ze mocht van mij eten, dames en heren. Ze mocht dat van mij. Oh ja. Nog zelfs hier nog iets even doen. Om een plop papier nog iets berekenen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ja. Ja. Hoha. Woehoe. It's me, Mario. Woehoe. Waarom ben ik zo zot vandaag? Waarom ben ik toch zo zot vandaag? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want ik heb jullie ook laten zien hoor, mensen, buiten. Holy shit. One weer. Het is regenachtig. Want ziet daar, ziet je de druppels nog vallen. En ik ga je nog één ding zeggen. Ik heb fucking al... Ja, nog altijd pijn aan mijn hoofd. Ik zat hier zo zeggen. Hier heb ik nog altijd heel veel last. En ja, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Maar nu, we zijn maar een minuut verder. Dan ga ik nu lekker mijn eten uithalen. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Wat ik vandaag gedaan heb voor het werk, dat is... gestapeld. Ik wil jullie in spanning houden.
kom jullie echt in spanning houden. Dus ik heb vandaag heel veel gestapeld. Jawel. En ook ingetest. En ook, ik geloof, een uurtje maar bestickerd. That's it. En toen heb ik het gewoon terug overgenomen. Ah. Waarom ben ik zo, toch zo happy? Happy, happy, happy. Happy is toch zo funny? Hier is een pennetje er nog wel bij, want ik moet hier nog een kleine berekening doen. Oké. Ja, is het toch terug? Ja, ja, ja. Ja, dat gaat. Ja, 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 ja. Ah ja, en ik heb het dus op de livestream eens gelost van een nieuw PC. Yo, 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 yo. Die zit nog niet aan te... Ja, die zit er wel aan te komen. Maar wanneer juist precies, dat laat ik jullie zeker weten. Dan moet ik jullie zeker echt laten weten waarom. Omdat ik dan zo blij ben dat ik dan iets nieuws heb. En wat dan ook weer al deftig werkt. Dankjewel Line Gaming Solutions. Voor al uw gaming gear. En voilà, ze. Mooi wat reclame gemaakt voor Line Gaming Solutions. En dan nu ga ik mijn lekkere papken eten. Hè. Zeg mensen, ik ben toch zo happy. Ik ga jullie nu laten. S'avonds gaan we nog een potje Rummikub spelen. En ik had tot conclusie dat ik iets niet heb uitgepakt. Mijn selfie stick. Waar heb ik die gelegd? Ik ben aan het denken. Nog in mijn kist. Allee, tot later. Yo, yo, yo.
Oh yeah. Ik was dus naar Stuk TV aan het luisteren van Stuk On Air 538 Koningsdag 2020. You kennen jullie het? Ja, ja, ja. Ik ga het wel afzetten, als zelfs hebben copyright claims. Tot en met. Dat wil ik niet. Ik ben nu ook nog even iets heel leuks bezig. Voor de volgende Freak-O-Matic 25.1. Ga ik daar aanwezig zijn, ja of nee? Die vraag stel ik mij dus ook heel zwaar af. En ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga naar Freak-O-Matic 25.1. Zonder B. Zonder B, ja. Dus dan weten jullie dat ook al. Dus ja, ze heeft dan iets anders er op de planning staan. Hoe of wat, dat blijft gewoon terzijde. Dat maakt niet uit. Dus op 6, 7 en 8 september kunt je mij weer al live bezig zien op Freak-O-Matic 25.1. Ik ga proberen wel zo dicht mogelijk bij de Clan 666 te zitten. Want het zijn toch zo toffe mensen en al. Het was ook een hele toffe evenement wat deze weekend is geweest. Echt waar, dankjewel voor het genot en al wat ik daar heb meegemaakt. Mooie intro, noem maar op. Wel mensen, mijn schatje moet zeker naar huis. S'avonds al, oké. Ik wil eerst familie. Dan gaan we hier samen familie kijken. Ja, op de luchtmatras. Ja. Oké, dat is goed. Dus we gaan nu nog eerst familie kijken, 1 afleveringske. En dan ga ik mijn schatje terug naar huis brengen. Yay! En, oh, dat ik weer moet afscheid nemen van mijn allerliefste schat ter wereld. Maar wel, yay, dat er weer meer liefde kan komen. Want, wat zeggen ze altijd? Hoe langer dat je eigenlijk van elkaar wijf blijft, hoe groter de liefde. Dat zeggen ze toch altijd, hè? Ah, oké. Okay. Er zijn niks verkeers achter zoeken. Dat is gewoon een gezegde waar heel veel mensen zeggen. En ik zeg het nu eens gewoon als in mijn vlog. Voilà. Dus ja, we gaan dus nu nog familie kijken. Ik ga zelfs ook een klein beetje dus, sleutelen aan mijn website. Daarna, als ik mijn schatje terug thuis heb afgezet. Dus ja, ga ik sleutelen aan mijn website. Ga ik ook sleutelen aan deze vlog. En nu ga ik jullie laten. Dus dan ga ik ook mijn GoPro even kunnen insteken. Want die is ook weer al bijna plat. Omwille van de timeslap. Want ik heb die niet tijdens de timeslap ook ingestoken. Heel lom van mij. Huh? Ja, oké. Okay. Dus ik ga nu even mijn GoPro even wat voeding geven. Tot straks allemaal. Zo mensen, ik heb Bea veilig en wel terug naar huis gebracht. En jawel, ik heb van Ken... Jawel, een fan van mij. Iets heel leuks binnengekregen. Ik ga het ook binnenkort ook wel in mijn vlog stoppen voor de intro. Dus jullie gaan hier een kleine primeur horen. Als ik het even terugvind. Luister maar mee. Voilà, dat was het. Dat was het. Ah wel, ik vind hem echt heel mooi gemaakt. En zelfs Bea heeft het ook al gehoord en die werd er zelfs emotioneel van. Echt waar. De zang, de tekst, allemaal 100% goed. Ik vind dit gewoon af. Alleen waar ik heel slecht in ben... is daar ook dan nog in een video rondmaken. Een hele leuke intro. Dus die intro moet 35 seconden duren. Dus ik zal eens even de tekst overlopen wat erin zit.
Psycho TV. Kijken jullie mee? Rumi Cup voor 2. Joepie, joepie, jee. Bea is zijn vriendin. Dit is een nieuwe vlog. Ik hoop je hebt er zin in. Je kijkt hem helemaal af, toch? Geef alvast een blauw duimpje. Voilà, dat is de tekst wat er ook in zit. Ik ga het nog eens één keer horen, want ik vind hem toch zo, zo machtig. TV, kijken jullie mee? Rumi Cup voor 2. Joepie, joepie, yeah. Bea is zijn vriendin, het is een nieuwe vlog. Ik hoop dat je hebt er zin in. Je geeft hem toch helemaal af, toch? Geef alvast een blauw duimpje. Geef alvast een blauw duimpje. En dan stopt dat zo. Dus ja, dat is eigenlijk voor een intro. Dus ik vind dat echt heel, heel, heel goed in elkaar gestoken. Echt waar. Ken, je kunt er wel iets van. Oh my fucking god. Een grote, grote, grote shout-out naar Ken toe. Echt waar. Man, man, man. Allee, nog één keer. Nog één keer. Echt waar, ik vind dat echt zo machtig in elkaar gestoken. Ik kan dus niet eens wachten als Scan is echt zo als een hele volledige songtekst maakt voor Psycho TV. Wat het dan gaat zijn, als dit al wauw is. Ja. Ik kan er echt geen andere woorden op plakken dan... Ik ben er echt stil van. Echt waar, ik ben er echt heel stil van. Eens even kijken. Ja. Als dat zo is, Emiel, dan kunt jij wel een ding verwachten, hè. Eens kijken. F5 is even doen. Voilà, voilà, voilà. Die is weer her aan het laden. Inzendingen, nog geen inzendingen. Oké. Dus, grote leuke daar. Dus, voilà. Ik ga hier iemand even een warning geven op mijn Discord. Want die heeft echt dingen ingeschreven. Zo gelijk negerken, bruinen, bla bla bla. Dat hoort dus allemaal niet. Nee, dat kan echt niet door de beugel. Dus wij moeten ook streng optreden. Dus wij nemen afscheid van Emiel op Discord. Dus dan weten jullie dat ook wel. Allemaal, dus ik... Nee, ik ga Emiel nog niet bannen. Ik ga die een kick geven. Dus dat dat niet hoort. Voilà, bij deze. Ik ga jullie ook laten nu. Dus ik ga ook nog eens even voorlezen. Ook over Freakomatic 25.1. Hoe jullie mee kunnen doen met de Psycho TV Fun Team. Dus ik ga ze even voorlezen. Heb je zin om mee te gaan samen met de Psycho TV naar FOM 25.1? Dat kan allemaal. Als er genoeg inschrijvingen zijn, kunnen we ook eens kijken naar een groepsaankoop van tickets. Denk eraan, je zit dan wel in de rij van Psycho TV, dus nodig je vrienden uit om samen naar een LAN-party te gaan. Dit is je kans nu om samen te kunnen zitten. Het is puur fun en plezier op de LAN-party. Je zit daar samen met iedereen die dezelfde hobby hebben als jij. Dus... Wil je met deze LAN-party meegaan? Schrijf je dan zo snel mogelijk in en laat je vrienden dan ook zo snel mogelijk inschrijven.
Onder de inschrijvingsformulier vind je de lijst wie zich heeft ingeschreven onder Psycho TV. We gaan naar toe als Psycho TV Community. Hier zijn de informatie over de LAN-party, naam Freakomatic 25.1, startdatum 6 september 2023 om 18 uur, einddatum is 8 september, oh, 2023 staat daar, dat moet 24 zijn. Oh, 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 even een kleine aanpassing doen, voilà, bij deze is het aangepast. Adres is nog altijd Schrovenstraat 22A. 9280 Lebbeke, Belgium. Deelnemers, daar gaan weer al 1000 deelnemers aanwezig zijn. Welke games worden er gespeeld? Momenteel nog niet bekend. Kostprijs voor 1 ticket, Wave 1, Wave 2 en Wave 3 en VIP, nog altijd onbekend. Website van het evenement is http://www.fom.be. Dus F-O-M, dus de F van Fee, de O van Oor en de M van Mama.be. Zo, nu heb je informatie van de LAN-party. Hieronder kun je je nu inschrijven voor samen te zitten met Psycho TV. Zo word je ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen richting de event zelf toe. Als je inschrijvingen open gaan, schrijf ik jullie automatisch in. De informatie wat ik allemaal hieronder ontvang, blijft bij Psycho en zal niemand anders te zien krijgen. Wat je hier zal vinden is nickname dat je bent ingeschreven. Voilà. Meer komt er ook niet van informatie op te staan. Wat ik dus eigenlijk allemaal nodig heb, is je voornaam, achternaam, je nickname, dus je nickname wat dan op de website terechtkomt, dus op mijn website, meer niet. Je e-mailadres, je straat, je nummerbus, postcode, gemeente, stad, geboortedatum en langs wie je wilt zitten. Dus als je een vriend of vriendin meeneemt, als je dan daar graag langs wilt gaan zitten, dat mag dan in. Integraal. Voilà. Bij deze. Dus de gegevens worden na het event als sap verwijderd van mijn mailbox. Alles is dan gedelete. Voilà. Dus dan weten jullie dat ook. Dus ik hou tot het evenement zelf dus je gegevens bij. Dus zelfs als ik naar het evenement toe ga, is die al verwijderd. Omwille van, stel dat ze daar aan mijn computer kunnen, of in mijn computer kunnen, en ze krijgen aan jouw gegevens, dat wil ik niet. Dat wil ik als sap vermijden. Dat wil ik echt 100% vermijden. Dus daarom, dus gewoon voor de inschrijvingen te hebben, voor ook of Recommatic de juiste informatie te hebben, rondom jou, als je samen wilt gaan zitten met een vriend of vriendin, dat ik ook weet wie onder de Psycho TV community gaat komen. Voor de rest zitten jullie helemaal vrij op de LAN-party. Dus het is gewoon om langs elkaar te kunnen gaan zitten en bijvoorbeeld ook dezelfde competities en al te kunnen gaan spelen op die LAN-party. Voilà. Of Recommatic 25.1. Maar ja. Ik ga jullie nu laten. Ik ga hier de vlog nu afsluiten. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de laatste keer wil ik nog het liedje nog een keer eens laten horen van Ken. Dankjewel Ken voor deze liedje te maken. En nu zeg ik, yo, 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 yo.